Hans. Ja? Hoe is het nou met een soort net van halfgod gewerkt hebben? Ja, halfgod, halfgod. Het is nog steeds niet zeker, hè? Of Rola nou een halfgod is of een god gewoon. Ja, het is natuurlijk een geweldige ervaring. Het heeft me heel erg verrijkt, mijn geestelijk leven. En ja, vooral culinair natuurlijk. Heel vaak gehad. Maar ja, het is natuurlijk. Hij is niet helemaal van deze wereld. Dat is duidelijk. Het is te goed allemaal wat hij doet. En in hoeverre de invloed dat jouw dagelijks leven buiten het keuken gebeuren, zeg maar? Ja, heel erg. Ik voel me ontzettend onzeker. Alles wat ik doe, dat is eigenlijk niks vergeleken bij wat Roland doet. Dus ik voel me een showmannetje. Showmannetje. Alles wat die jongen aanpakt, dat wordt goud. Muziek, koken. Ik kan toch best uitkoken, maar met hem bij hem vergelijk ben ik toch een kleine jongen. Ja. Even wel een pakje water pakken. Ja, goed. Maar wat ik wel vind, het is natuurlijk een rare kwiebus, die Roland. En dat komt niet zomaar. En ik ken hem wat beter dan jullie misschien. Ik weet een beetje hoe het is gekomen. Hij is jarenlang gebruikt door allerlei vrouwen, alleen voor zijn lichaam, voor zijn goddelijke lichaam. Daar krijg je natuurlijk ook een tik van. Ja. Dat kan je niet normaal onderblijven. Omhoog. Ja, wat, hoe vaak was het niet zo dat waren hier aan het werken? Roland die had dan eindelijk eens een keer een dag vrij. Dat wij hier s'avonds stonden, dat al die meiden langskwamen. Ja, ja. Is meneer de Toarde? Precies. Roland. En vaak noemen ze hem oom Roland voor meisjes. Het waren ook wel jonge meisjes, moet ik zeggen. Had dat ook met een stukje zeep te maken? Ja, dan zei hij tegen die meisjes, dan mogen jullie met mij onder de douche. Maar dan moet je wel de zeep opdragen. Maar waar dat nou over ging, dat snap ik nog steeds niet hoor. En die meisjes liepen altijd een beetje zo, moet ik zeggen. Zo. Was ze een dagje met hem uit waren geweest of tijdens al? Nee, dan waren ze, gedoucht met oom Roland. Wat raar. Ja. Wat er gebeurd is, ik weet het niet. Het zal in ieder geval smerig geweest zijn. Ja. Ja, en wat ik ook... Roland liep graag met zijn edele delen te koop, zo nu en dan. Ja, niet echt hoor. Dan had hij bijvoorbeeld een boudin. Dat is zo'n worstje. Kijk of je een worstje hebt. Nou ja, een stukje laos kan ook wel dienst doen als worstje. En dat deed hij dan onder zijn sloof. Zo. Maar dan een worstje. En dan liep hij naar de meisjes van de bediening. En dan zei hij... Joehoe!